Oké, camera heb ik, softbox staat aan, telefoon heb ik. Oké, laten we beginnen. Hallo Chesso en welkom bij een nieuwe video hier op mijn kanaal Chesso. En vandaag heb ik een keer heel iets anders dan normaal natuurlijk een game video. Want wat ik eens per week, eens per twee weken ga doen, is namelijk een top 10. En niet zomaar een top 10, maar gewoon een top 10 die met games te maken heeft. Ik heb hier mijn lijst, zoals je wel zien, met aantal, met de top 10 die ik deze keer ga doen. En deze keer heb ik, zoals jullie wel in de titel hebben gezien, waarschijnlijk top 10 slechtste maps in Call of Duty. Dat kan elke Call of Duty zijn. En ja, laten we daar maar gaan beginnen. We zien ook steeds plaatjes van de map ergens in beeld komen. Hier of hier, ik weet nog niet zeker hoe het zit met editen. Ik weet, het is spiegelbeeld, dat weet ik wel. Maar laten we beginnen op nummer 10, want dit is mijn lijstje, laat me zeggen, want ik vind dat ik, dit is mijn top 10. Niet van internet afgehaald, dit vind ik gewoon. En ik heb al een paar andere top 10's opgeschreven in mijn boekje, maar hebben jullie dan nog een top 10? Laat hem dan hier beneden in de comments weten, natuurlijk dan ga ik misschien daar wel iets mee doen. Moet wel met games te maken hebben, dus laten we gaan beginnen met nummer 10. En op nummer 10 staat voor mij drone. Van natuurlijk Black Ops 2. Waarom ik drone vind natuurlijk is gewoon, het is geen chill map. Je hebt heel veel gangetjes. Je hebt heel veel om, laten we zeggen, stukken waar je niet goed de enemies kan zien. Waardoor jij ook gekilled kan worden natuurlijk. En heel veel campspots in deze map. Daarom vind ik hem niet chill. En daarvoor staat hij dus bij mij op nummer 10. Nummer 9 heb ik Outpost. Dat is een Call of Duty MW3 map natuurlijk. Outpost vind ik zelf ook niet al te chill. Het is een redelijk grote map. Je hebt op een gegeven moment in de tunnel, heb je gewoon echt, gaat op een gegeven moment iedereen zitten en dan ben je gewoon kansloos natuurlijk. Maar als je iedereen in de tunnel kan killen, heb jij natuurlijk wel echt een zieke, maar ook echt een zieke killfeed. Mijn nummer 8 heb ik staan, Defender of Defender van Advanced Warfare. Waarom natuurlijk, je hebt water in de map, op een gegeven moment komt de tsunami eraan en dan ben je gewoon fucked. Want je kan in het water inspringen en je gaat zwemmen, je kan je wapen niet meer oppakken zoals in Call of Duty Black Ops 3. Dus ben je gewoon de lul. Daar gaat het gewoon over. En het is natuurlijk ook een redelijk grote map. En in het middenstuk vind ik het niet zo chill. Want ik hou graag van om naar het midden van de map te kunnen lopen. En daar heb je één grote cirkel. Dus kan je dat niet simpelweg, kan je het niet echt 1, 2, 3 doen. Nummer 7 staat de map Cracked. Die misschien niet iedereen van jullie kennen. Maar die zit in Call of Duty Black Ops 1. En die map, ik weet niet wat je daarvan moet zeggen. Dat is één grote ruïne. Gewoon of er een bom ergens in hebt geslagen. En daar hebben ze gewoon iedereen. Zijn we gewoon neergezet om te gaan vechten. En ja, daar kan je gewoon zo goed campen in die map. Het is niet meer normaal. Daarom staat hij bij mij op de nummer 7 spot natuurlijk. Maar er komen natuurlijk nog meer spots aan. Die natuurlijk nog slechter zijn natuurlijk. Want we gaan door naar nummer fucking 6. En daar staat op Interchange. Van MW3. Nou, als je die map gewoon niet kent, dan is het gewoon kut. Want iedereen haat die map. Ik weet niet wat je daarvan moet vinden. Maar ik als ik die map zie. En als je zit in het lobby. Wat ik dan altijd gewoon doe. Ik quit gelijk de game. Want ik heb er gewoon geen zin in om die map te kunnen spelen. Gewoon simpelweg. Omdat het zo een fucking kut map is. Vandaar dat die ook in dit lijstje staat. Logisch. De nummer 5 tot 5 spot. Wow, spraakgebrek hier zo. Nummer 5 spot heb ik de map Instinct van natuurlijk Call of Duty Advanced Warfare. En holy shit. Die map heb je natuurlijk gewoon een soort van jungle. Met zo'n houtkap ding. Heb ik het dunke. Ja, dat ziet er verkeerd uit. I know. En daar zo kan je ook goed campen. Want je hebt heel veel spotjes. Je kan spawn trappen. Maar zodra je daar gespawn wordt, is gewoon super. Maar ook echt super irritant natuurlijk. Vandaar dat het hier op de nummer 5 spot staat natuurlijk. Zoals ik hem hier heb staan. En dan laten we maar ook gaan doorgaan naar de nummer 4 spot. Want op de nummer 4 spot heb ik staan de map Downturn van natuurlijk Call of Duty MW3. Downturn is een map, het is een soort van parkeerplaats slash brug ding iets die heel erg open is. Want zodra je daar met een javelin speelt, ben jij gewoon de Sjaak. Als jij die javelin zo lekker in de lucht schiet zo en iemand schiet die javelin op je af, dan ja, heb die gewoon meestal multikill als je met je teammates in de spawn staat. Zo niet heb je geluk. Maar het is niet te... niet de beste map. Daarom staat hij ook in dit lijstje, zoals ik natuurlijk al een paar keer heb gezegd. De nummer 3 spot staat de map Overlord van Call of Duty Ghost. Want de meeste maps in Call of Duty Ghost zijn gewoon redelijk speelbaar. De game zelf is niet zo chill, maar de maps vind ik persoonlijk gewoon relaxed. Want als de map bijvoorbeeld in Black Style had gezeten, had het een ander verhaal geweest qua Health Generation natuurlijk en zo. Maar vandaar dat ik Overlord op de map of nummer 3 heb staan. Het is natuurlijk een map met heel veel zand, een hele grote satelliet in de map. En
drie huisjes met een ondergrondse tunnel. Zoals ik al zei, ondergrondse wegen zijn gewoon fucking kut in de map. Dus of je gaat daar campen, of je komt er nooit. En dan is de map eigenlijk al verneukt, vind ik. Maar we gaan nou door naar de nummer 2 spot. Want op de nummer 2 spot heb ik de map Turbine van Black Ops 2. Black Ops 2 vind ik gewoon een hele goede game, dat weten jullie. Maar Turbine is een map, daar kan je alleen maar met een sniper of een LMG of spelen. Simpelweg omdat het gewoon te lange races zijn. Er is geen korte afstand, alleen in het huis waar de machine gun zit. Maar dat heeft natuurlijk ook geen zin, omdat dat ding is gewoon zo slecht dat ik niet eens weet wat ik daarmee aan moet. Vandaar dat ik ook altijd nooit dat huis inga. En ik überhaupt ook bijna nooit de map speel. We gaan nu naar de allereerste plek voor de kutste map in dit rijtje natuurlijk. En op nummer 1 staat natuurlijk die iedereen haat. De meest gehate map van 2013 is geloof ik. Namelijk Stonehaven van Call of Duty Ghost. Ik kan mijn hoorn naar beneden drie keer horen gaan. Maar Stonehaven is natuurlijk een map. Alleen maar stenen, alleen maar kastelen en open gebieden waar je makkelijk gesnijd kan worden. Vandaar dat die dus op nummer 1 staat. En vandaar dat ik dus ook gewoon hierbij de video ga afsluiten. Want ik heb alle 10 de maps gehad. Mocht deze video natuurlijk nou leuk vonden, laat maar even je blauw duimpje omhoog. Dat helpt me natuurlijk enorm. En hoop ik jullie leuk te zien bij de video van morgen. Dus jongens, super bedankt voor het kijken naar deze video. Abonneer even meer. Laat je top 10 in de reactie hier beneden wel achter. Want wie weet haal ik hem daaruit. En jongens, super bedankt voor het kijken naar deze video. En dan zie ik jullie bij de video van morgen. Dus jongens, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Later!